Hoe werd ontdekt dat er een bol bijna zo groot als de maan in de aarde zit? Dit is de Universiteit van Nederland. Stel je voor dat je naar het middelpunt van de aarde zou kunnen reizen. Dan ga je eerst door de mantel van de aarde. Waar aardbevingen en vulkanen vandaan komen. En ongeveer halverwege. bereik je de hete kern van de aarde. Die bestaat uit woest, stromend vloeibaar ijzer. En als je dan nog doorreist, vlak voordat je het middelpunt van de aarde bereikt. bot je dan aan tegen de binnenkern. Maar voor lange tijd. wisten we eigenlijk niet precies. wat je daar dan tegen zou komen. Want er was een vraagstuk. dat seismologen al jarenlang bezig hield. En dat was of dat die binnenkern nou, vloeibaar is, of niet vloeibaar, maar vast. En seismologen hadden heel lang gezocht om het bewijs te vinden, en het lukte maar niet. En het was zo'n probleem dat seismologen eigenlijk opgehouden waren met zoeken, en het werd zelfs de heilige graal van de seismologie genoemd. Maar als afstudent dacht ik, ik heb niks te verliezen, ik ga het gewoon nog een keer proberen, en ik ga gewoon nog een keer op zoek om dat bewijs te vinden. En dat is me gelukt. En hoe ik dat gedaan heb, ga ik jullie in dit college vertellen. Nou, laten we beginnen bij het begin, want het is een beetje ook een stukje geschiedenis over hoe de verschillende lagen in de aarde ontdekt zijn. En het begint ongeveer 100 jaar geleden met Oldham in 1906. Die ontdekte dat de aarde een vloeibare kern heeft. En hoe deed hij dat? Hij vond dat de aarde een schaduwzone had. Dan ga ik jullie eerst eens even demonstreren met dit proefje hoe je kan vinden dat de aarde een de zon heeft. Wat ik hier heb gemaakt is een glazen bol met water erin. En dat gaat onze kern voorstellen, die vloeibaar is. En ik gebruik een kaarsje met licht, dat is onze aardbeving. Ik gebruik licht als analogie voor aardbevingsgolven. Dus wat ik ga laten zien, is dat als we dit kaarsje hebben en ik hou die glazen bol ertussen, wat we vinden. Wat we zien, is als het donkerder wordt, dan zien we een schaduw. Dus we krijgen een schaduw, omdat er een vloeibare bol tussen dat kaarsje en deze witte, uh, wit, dit, dit witte bord zit, wat mijn seismometer is. Maar midden in die uh, schaduwzone zie je nog een klein lichtje branden. En dit is wat Oldham ook heeft gevonden. Laat ik het even wat meer demonstreren over hoe dat nou eigenlijk op de aarde werkt. Dus ik heb hier de aardbol, en wat hij vond is dat als er... Hier een aardbeving gebeurt, dat die overal kon de golven van die aardbeving meten, behalve op een band. Die band is hier zwart gekleurd. Daar vind je is het net dat die aardbeving er helemaal niet is geweest. Dus het is een schaduwzone, dat ook al is er daar een aardbeving, hier in deze band vind je gewoon, jouw seismometers merken gewoon geen enkele golven. Hier achter weer wel, maar in die rand wordt gewoon helemaal niks gemeten. En de enige manier waarop Oldham dat kon verklaren was dus dat de aarde een vloeibare kern moest hebben. Dus dat is mooi. Dus we wisten dat de aarde een vloeibare kern had. En toen wisten we ook meteen dus wat de motor van de aarde moet zijn. Die vloeibare kern die is heet en die stroomt. En daar komt dan alle warmte van de aarde vandaan. Ik ga ik deze even uitblazen? Dus we weten dat de aarde een vloeibare kern heeft. Maar hoe kunnen we nou ontdekken dat de aarde een vaste binnenkern heeft. Nou, dan moeten we eerst gaan kijken hoe we die binnenkern ontdekt hebben. En de binnenkern is ontdekt door Inge Leeman. De binnenkern werd ongeveer 30 jaar na de ontdekking van de vloerbare kern ontdekt. En Inge Leeman was een vrouwelijke seismoloog. Die werkte bij de Deense seismologische dienst. Nou, in 1936 waren er niet zo heel erg veel vrouwen die de kans hadden om te werken en om... Wetenschap te doen, maar Inge Leeman had geluk en die kreeg, had dus de kans om bij de Deense seismologische dienst te werken en daarnaast deed ze ook onderzoek. En Inge Leeman, die ontdekte iets heel erg speciaals. Inge Leeman ontdekte dat er toch een golf zat in die schaduwzone. En dat is heel erg speciaal. Ze dus heeft heel lang nagedacht wat dat nou zou moeten zijn, hoe ze nou die golf kon verklaren. En de enige reden hoe er een golf in die schaduwzone, Schaduwzone kan binnenkomen, is dat ze een echo had gevonden van iets dat binnenin die vloeibare kern moest zitten. Ze had gevonden dat er dus een, een binnenkern binnenin die vloeibare kern moest zitten. Nou, in 1936 hadden we nog helemaal geen computers, maar toch kreeg Inge Leeman het voor elkaar om te bepalen hoe groot die binnenkern nou moest zijn. En ik heb hier een model van de aarde. En als we dus kijken wat we hebben, is we hebben de mantel van de aarde waar dus inderdaad vulkanen en uh, aardbevingen vandaan komen. Dan krijgen we de vloerbare buitenkern en ze vond die vaste binnenkern. En die vaste binnenkern, als we die maten vergelijken, die is ongeveer net zo groot als Pluto en ietsje kleiner dan de maan. Dus dit is de maan als je dat vergelijkt met hoe groot de aardbol is. Dan is die kern dus eigenlijk heel klein. En Inge Leeman wist zonder computers heel simpel op een stukje papier te berekenen hoe groot die binnenkern was. En ze zat heel erg dichtbij wat we nu denken dat de grootte van de binnenkern is. Nou, sinds Inge Leeman die binnenkern had ontdekt. Dus en toen ze dat publiceerde, toen gebruikte ze een heel erg voorzichtig soort uh, citaat om dat te publiceren. Dat ga ik toch even voorlezen, want het is heel mooi hoe zij haar artikel heeft geschreven toen in 1936. En ze zegt, ik suggereer een hypothese hier, die wel mogelijk kan zijn. Alhoewel, het kan niet bewezen worden door de data. Maar de interpretatie is mogelijk. En de aanname dat de binnenkern vast is, wordt tenminste ook niet tegengesproken door de data. Nou, dat is... Een enorm voorzichtige manier om je artikel te publiceren. Dat kon toen. Als ik nu mijn artikel op deze manier zou publiceren, zou niemand ze opmerken en zou ze ook nooit in Science terechtkomen. Maar haar artikel werd wel opgemerkt. En heel erg snel had iedereen door dat de aarde een binnenkern had. Maar wat Inge Leeman ook zei in haar artikel, ze dacht wel dat die binnenkern vast was, maar ze had geen enkele manier om dat te bewijzen. Het was alleen maar dat ze dacht: ja, er zit een binnenkern, misschien is die wel vast. Dus hoe kunnen we nou bewijzen dat die binnenkern vast is? Nou, ik ging als afstudent dus op zoek naar het bewijs dat die binnenkern vast is. Nou, en als we dat willen doen, dan moeten we eerst snappen dat er twee type golven in de aarde kunnen reizen. En die gaan we eens eventjes hier doen. Die golf kunnen we na als een soort van weef in een uh, voetbalstadion. We gaan beginnen met de eerste golf, dat noemen we een P-golf of een porgolf. En die doen we, die kunnen we nou doen doordat je je buurman een duwtje gaat geven. En we gaan die golf eens eventjes hier door de zaal doen. En dan gaan we hier beginnen en dan tel ik af. En wat je doet is je geeft je buurman een duwtje. En als die dat duwtje krijgt, geeft hij weer zijn of haar buurman een duwtje. En zo kunnen we die weef de hele zaal door laten gaan. Dus ik ga hier beginnen. Dus ik tel af. Drie, twee, één. Ja. Kijk, dan gaat de golf? Ja, goed zo. Goed zo. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat is eigenlijk een beetje een saaie golf. Dit is ook niet een weef die jullie in een stadion, een voetbalstadion, tijdens een wedstrijd zouden willen doen, denk ik. Dit is een peegolf. Deze pegel, deze uh, porgolf of pushgolf op zijn Engels, die kan door ieder materiaal aan de aarde heen gaan. Dus die kan door vaste materialen heen gaan en vloeibare materialen. Dus dat is een beetje een saaie golf. Nou, Laten we nou eens eventjes de wat spannendere golf doen, de S-golf of de sta-op golf. En dit is een soort van golf die jullie kennen uit het voetbalstadion. Dus hoe we die na gaan doen is dat je je, je gaat opstaan, je doet je arm omhoog en je gaat weer zitten. Dus laten we die golf ook eens even doen. Ze dus beginnen hier weer. 3, 2, 1. Ja? Ja. Maar dit is een gave golf, heerlijk. Ja, goed zo. Goed zo allemaal. Dit is onze S-golf. En die is een stuk spannender om te doen en ook eentje die jullie graag in een voetbalstadion zouden doen, denk ik. En deze S-golf kan alleen maar door materialen heen gaan die niet vloeibaar zijn, maar die vast zijn. Dus als ik wil bewijzen dat de binnenkern vast is, moet ik deze golf vinden. En seismologen zijn meteen op zoek gegaan toen Inge Leeman de binnenkern ontdekt had. En het probleem van het vinden van die S-golf door de binnenkern is dat de buitenkern vloeibaar is. Dus wat je krijgt is om die golf te vinden als je een aardbeving hebt aan het aardoppervlak. Die golf die moet eerst als een P-golf door die vloeibare buitenkern. Want S-golven bestaan niet in die vloeibare buitenkern. Dus het is een P-golf in die vloeibare buitenkern. Dan nou wordt die golf die verandert op de grens als je van de buitenkern naar de binnenkern gaat. Van de P-golf naar die S-golf. Die S-golf die alleen maar in vaste materialen bestaat. En daarbij verliest hij een heleboel energie. Dus het wordt een kleine golf. Hij reist door die binnenkern heen, maar om die binnenkern weer uit te komen, moet hij weer terug veranderen naar die saaie P-golf die ook door een vloeistof kan gaan. Dus hij verliest nog meer energie en dan kan hij naar het aardoppervlak doorreizen. En omdat hij zoveel energie verliest, is dat een hele kleine golf. Dus mensen hadden gezocht en niemand kon die golf vinden. En ik ging als afstudeerstudent toch maar op zoek. En uh, het was... Niet makkelijk, en dan heb ik eerst drie maanden gefrustreerd en naar seismogram gekeken en ik kon die golf niet in een enkel seismogram vinden. En toen realiseerde ik me dat die golf zo klein is nog veel kleiner dan die toch al kleine golf die Inge Leeman in de schaduwzone had gevonden. En ik realiseerde me dat ik een heleboel seismogrammen op moet gaan tellen. Want die golf zit in al die seismogrammen, en als je al die seismogrammen optelt, wordt die golf zichtbaar. Hoe kan dat nou? Nou, als jullie op een feestje zijn en iedereen is aan het praten over je overal geroezemoes, dan kan je eigenlijk niks verstaan. Maar stel nou dat er op dat feestje tien verschillende mensen allemaal op hetzelfde moment hetzelfde woord zeggen. Dan stijgt dat boven dat geroezemoes uit. En hetzelfde gebeurt met die, uh, die golf in, dat, uh, in die sausomegram. Doordat ik een heleboel sausomegrammen optel, dan geroezemoes lijkt dan minder en die golf komt daar bovenuit. uit. Nou, dat heb ik gedaan en uh, het ziet er niet spectaculair uit, maar ik wil jullie toch laten zien hoe die ontdekking eruit zag. Het is dat hele kleine groene vlekje daar, met dat cirkeltje eromheen en daaronder staat kleine PPKJKP plus SKJKP. Dat is de naam van die golf. Het is eigenlijk de naam van twee van die golven. En dat is die golf die ik gevonden heb. Nou ja, jullie kijken ook al een beetje van: mm, dat was ook precies de reactie van de andere seismologen. die zeiden: ga! Daar geloven we helemaal niks van. Jij denkt dat je dat gevonden hebt. Dus wat ik toen heb moeten doen. Toen ben ik nog een jaar bezig geweest met berekenen. En echt bewijzen dat ik die golf had gevonden. Want het heeft natuurlijk weinig zin om te zeggen: geloof mij maar. Dus wat ik toen heb gedaan is. Toen heb ik hele grote berekeningen uitgevoerd op mijn computer. En wat ik heb gedaan is. Dit is een echte meting van een aardbeving. Ik heb die aardbeving helemaal op de computer nagerekend, en ik heb dat twee keer gedaan. Één keer voor een aarde die precies is zoals we denken dat de aarde is en dus met een niet vloerbare maar een vaste binnenkern. En ik heb het nog een keer gedaan voor een aarde die een vloerbare binnenkern had. En hier zie je die plaatjes, de zwarte lijn binnen dat rode vakje. Die zwarte lijn is die golf, die net dat groene, die groene golf. Dit is een zwarte lijn hier. De rode lijn is die berekening voor een aarde met een vaste binnenkern en dat. Lijkt er heel erg op. En dat stippellijntje, dat rode stippellijntje, is die berekening voor een aarde met een vloeibare kern. En daar zie je dus, dat is bijna vlak, dus daar is die golf niet. Dus dat heb ik moeten doen om de rest van de wereld van te overtuigen dat ik echt die golf gevonden heb. En er is nog een andere manier waarop we snappen dat die binnenkern vast moet zijn. Nou, de aarde die is gemaakt uit uh, ijzer, of de kern van de aarde die bestaat uit ijzer. En als je kijkt naar ijzermeteorieten, dan zie je dat die ijzermeteorieten een soort van naaldstructuur hebben. Dus, en je ziet daar dus lijntjes lopen in die uh, meteorieten. En die naaldstructuur, een kristalstructuur, dat kunnen we ook in de kern van de aarde vinden die ook van ijzer is gemaakt. Nou, die naaldstructuur, die kristalstructuur, dat noemen we anisotropie. Dat is een heel moeilijk woord. Maar anisotropie, dat bestaat alleen maar in een materiaal dat vast is. En hoe we dat kunnen demonstreren is met dit proefje. En hier heb ik plankjes en daar zitten van die uh, ijstokjes op. En die zijn de naaldstructuur van de kristallen, de ijzerkristallen in de binnenkern. En wat we gaan uitproberen is deze knikkertjes, dat zijn seismische golven. En we gaan kijken hoe die met een verschillende snelheid hier overheen gaan als ze Tussen die kristallen doorgaan of eroverheen moeten springen. Het is eigenlijk een beetje net zoals horden lopen. Als je horden loopt, dan spring je over de horden heen. Dat gaat natuurlijk een stok langzamer dan dat je er tussendoor mag rennen. Dat zou een beetje vals spelen zijn. Dus ik ga je uitproberen. Ik ga die twee knikkertjes hier naar beneden laten rollen. En wat je ziet, is dat die knikker die over al die kristalletjes heen springt, die gaat een stuk langzamer. Nou, wat we ontdekt hebben, is dat in de binnenkern de kristallen opgelijnd zijn van de noord naar de zuidpool van de aarde. En wat we vinden is als we een aardbeving hebben op de noordpool en een seismometer op de zuidpool, dus we hebben een golfje dat tussen die uh, kristallen door kan rennen, die komt vijf seconden eerder aan. Een golf die van noord naar zuid gaat, dan als we een aardbeving zouden hebben op de Evena en een seismeter op de Evena. Een golf die over al die kristallen heen moet schiet, rennen, gaat vijf seconden langzaam. Dus zo zien we dat de binnenkern anisotropie heeft. En een andere manier om te wijzen dat de binnenkern vast moet zijn. Dus wat ik heb laten zien. En wat ik als afstudeerstudent begonnen ben is dat de aarde een vloeibare buitenkern heeft en een vaste binnenkern. Maar waarom is het nou zo belangrijk dat de aarde een vloeibare buitenkern heeft en een vaste binnenkern? Daar ga ik het in het volgende college over hebben.